Hi guys, welcome to the final race of the Tourist Trophy. We have 10 people set a time for the qualifying. The rest had an off track or loss of control. Qualifying's about over, and we'll be gridding soon. Have fun, and you might hear some Dutch jibber jabber. Don't worry. Toen ging ik richting Tarzan en ik denk, wat remt die slecht? Stond ik vol op de koppeling te druk. Handig met Spa een keer, met de FV-noten. Vol wessels in, volle koppeling in, vol rechtdoor. Oh shit. Dat ging nog goed ook. Mooi, je blijft aan de koppeling ook gewoon indrukken totdat je de muur raakt. Huh? Maar ik had het snel niet door, maar ik schoot overal tussendoor. En toen kon ik nog remmen en gewoon doorgereden alsof er niks aan de hand was. Nice. Max. Zes man waarschijnlijk een harde val. Doe maar. Gridding. Time remaining 0-0-0. Ach, yes, dan niet laat. Hier, Nick, Joep, Neil, Jeroen, Koos, de boer. Haha. Setup checken, setup check. 24 liter. 24 gallon, Neil. 21, 22. Joep, volgens mij staat dat standaard aan bij hem. Ja, ik ben er weer. Ja, je staat in achterste, sorry. Oh, sorry. Ha, loser, je staat 12e. Ja. We hebben ons best gedaan. Tenminste, nog een tijd neergezet. Maar als je gewoon een beetje inhoudt, dan wil ik best wel voorbij hoor, geen probleem. Oké. Okay. Geen probleem. Don't forget to set it on. Ik zie een bekende auto voor mij. Ik moet er rechts langs voor start-finish, toch? Ja. The screen, ja. Of course. En dan de handrem aantrekken. Oh, dat kan ik al. Ik weet alleen. Nee, hij is nog niet gebind ergens aan, dus ik kan hem gewoon. Heeft hij niet. Oh. Sorry hoor. Oh, we gaan niet. Heeft hij geen handen in? Jeroen, we gaan gewoon net zoals iRacing net, hè? Heeft überhaupt geen handen in. Nou. Amerikaans. Nee, ik wil hem wel heel houden dit keer. Ja, we houden hem heel. Tenminste, ik. Dank je. Oké, okay, succes. Ja. Yes. Get all you can, come on down pit road, that red jet. Yep, 10-4. The leader starts to restart here, don't forget that. Alright bud, bring it back in here right now. Green flag, have a good day. Ah crap. Success. 3 wide. Jeez. One on the right side. Hit him again. Oh. Oh. All clear. Right side. Still there. Clear. Right side. Still there at your door. Ik haat dat één scherm, hè. Still there. Ik zat 3 wide met jou, volgens mij. Zegt hij eerst 3 wide en dan clear. All clear, my man. Hij zegt dan 1 wide. Ja, hij zei niks en ik zag ineens een groene streep. Ik denk, hé, die ken ik. Ik ga maar even opzij. Hij zei niet of het naar links of rechts clear was. Dus ik moest gokken. Maar ik zag je ook al komen, dus ik liet ook al gas los. Left side. Oh crap, ik heb mijn buitenscherm. Still there, right next to you. Clear. Left side. Ja, die dan meteen scherm. Clear, clear, clear. Left side. Trouwens, die Roy er toch afgereden? Clear, clear. God, wat een eerste ronde, zeg. Net goed. Ja, inderdaad. Ja, kon maar net houden. Brok van een rem voor me. Ga jij naartoe, Neil? Neil. Jump. Stop en go. Prullig. Ik heb alweer een 2.24 gereden. Hetzelfde met qualify.
was ik al bijna kwijt. Was wel een mooie drift. If you have questions, rem en gas tegelijk en stuff. If you're watching, you have questions, make comments, just ask, put them in the chat. I will answer your try to answer questions. I have nothing to do anyway now, so. Koso blijft al lang staan. Ik denk ik rem eerder voor Wilfred. Breekt hij ineens uit niets uit. Ja, zo is wel fijn. Ja, ik dacht ik wil eigenlijk hebben breed. Ja, ik weet niet wanneer jij zou gaan remmen. Dus ik denk ik rem lekker op tijd. En toen maakte ik weet niet wat hij deed. Kwam niet door jou in ieder geval, zou ik zo zeggen. Komt allemaal goed. Ja, in de DRS-zone. Sorry. Oh, dat is niet sneller. Door het zand zonde zeker. Hey, wie staat er in de... Grisha? Grisha. Dat hoort hij niet. Nee. Oei. Zonde. Goed dat je niet raakte. Alweer. Doen ons best, toch? Ja, dat ging hartstikke goed. Of juist niet. Jawel. Nou ja, voor mij niet. Ja. I'm kind of starting to catch up. Wel een goed uitgerekt veld trouwens.
Oh, that was one. How's the stream? Koos is weg. Hij drukt zijn snor. Kijk uit, kijk uit. Ging me net goed of niet? Oh nee! Ah, oh, jammer. Dat ging zo mooi. Ja. Jacht is geopend. Wie? Jeroen. Nah, nee. Waar sta je? Waar sta je? Oh, oh. Eh. George! Kijk uit. Haal hem op, Jeroen. Kom dan, Nick. Ik doe mijn best. Meen je nou dat ik uit het kutgras kom? Kut auto. And another position. Rijdt hij nog, Nick? Nee, ik heb niks geraakt, man. Ik kom met het gas niet uit. Ja, maar dat wil een iRacing soms ook niks zeggen. Oh, je moet niet aan de kant gaan. Nee, ik zit aan de kant. Nou jongens, wat is dit nou toch weer? Overstuur, denk ik. Oh, getting close, seeing someone.
damn it. Fucking wat een rare lijn. Gelukkig heb ik één scherm, hè. Ik ook. Dan maar samen heel doorheen komen. Leven en laten leven. Hallo, dat is netjes, jongen. Jawel. Doe kunnen op. Wij wel. Zeker wel. Nieuw. Ja? Waar ben jij ineens? Ja, je nam een hele rare lijn. Toen moest ik remmen in de bocht. Toen begon niet te oversturen, die corrigeerde ik, maar die tweede correct ga ik niet meer. Ah, oké. Okay. Ja, sorry. Nee, maar niet. Fuck, ben niet meer gefocust. Ik weet nu gewoon 2 seconden in dat stukje. What the fuck, Nick? Niks aan de hand. Nee, maar het zijn die dingen die ik gewend ben van jou. Ah, hij komt iets te wijd uit op het gras. En dan wil je hem terugsturen en dan haak je linksaf terwijl ik rechtsaf stuur. Heel normaal toch? Hit. Onderstuur. Ah, 1 proost. Je bent in ieder geval sneller dan mij. Nou, ik lig weg achter je. Ja, maar het is ook maar de vraag hoe lang dat duurt. Het is meer de vraag hoe lang het duurt voordat dat ik je ingehaald heb. Dat ik weer voor je blijf. Oeh, precies. Nee, ik kan niet meer overweg met deze auto. Na de beeld is hij heel raar geworden op een of andere manier. Ik vind helemaal niks. Ik vind het heel raar, want al die andere NTM5 auto's vind ik helemaal super. Alleen deze is helemaal niks, vind ik. Nog 30 minuten en dan gaan we een schroop dan. Altijd positief. Ja, precies. Ik zou hem moeten kopen, om een beetje geld vervangen. Ik weet niet of je meer vangt voor het metaal dan. Dat was niet verstaanbaar. Ik vraag me af of je meer vangt voor het metaal dan. als auto, zeg maar. Maar daar weet Marcel meer van. Zo? Ja, klopt. Die heeft er een. Dus, Ja, die ook in fuck mijn waarde is, dus. Kijk. Eindelijk roest achter de deuren. Hij roest in de doorpost en roest in de wielkassen en. Hé?
Nee, met name achter de deuren, dat stukje daar beneden aan, dat is echt verschrikkelijk. Roest op de banden, net zoals je voelt het. Maar nou, ze voelt dat nieuwe tire model wel inderdaad. Ja, op deze auto. De kip is geweldig geworden. Inderdaad. Maar ik vind het is precies andersom gegaan. Die skip was eerder, zoals die MX-5 nu is, totaal niet te vangen. Kleinste beweging ben je kwijt. En nu is het gewoon andersom. Nou, ik ben het niet met je eens, maar ik weet niet. Totaal tegenovergestelde. Ik weet wel dat jij en ik een hele andere rijstijl hebben. Ja, dat klopt. Ik zeg ook helemaal niet dat het aan de auto ligt. Kan best mij liggen. Ligt me gewoon niet ofzo. Waar hij gewoon niet tegen kan, is de bocht in hoeken. What the fuck? Poeh. Gaat niet. Ik zag je ineens naar links sturen. Of naar rechts draaien. Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat ik even met 1 minuut het gras geraakt heb ofzo. Je zit links, hè, in die auto. Ja, weet ik. Eindje. Maar ik hoorde curbstones en ineens ging die de andere kant op. De room ziet. Left side. Verkeerde kant. Ja, dan ga je er voorbij, Niel. Clear. Houtje in die bocht. Kijk, ook nog een 1-2-0-1-0. Kan ik wel de gebroeders hier groen gaan, ja. To be meet again. Ik verbeter gewoon mijn beste tijd in de race. Kun. Slipstream. Nee. Hex. Rij niet in jouw slipstream, Roy. Roy? 9,5 seconde. Oh, Roy, jullie stemmen lijken op elkaar. Vind je? Ja, moet ik me gaan wennen. Nou, dat zal het zijn. Oh. Geef dat niet. Ik zal wat voice morphing installeren. Ja, dat is Roy. Dat had jij toch een keer geïnstalleerd, Nick? Ja, dat zit bij mijn headset. Oh, loogtag. Ja. Klinkt echt voor geen meter. Hallo. Wil je hier aanvallen? Gek. Plop. Nee. Ah, klinkt goed. Haha. 3 keer. Uit de muur gehouden. Right side, what the fuck. Met de hekkens. Wil je maar uitremmen hier? Ja. Ga jij dan maar voorbij. Kijk dan. Jij rijdt als een idioot. Gewoon onder druk zetten. Oh, heerlijk. Oh, jij maakt al wat een foutje dadelijk. Oh, ga mee. Je kunt die oude echt best recht doen. Die was onder de gordel. Nee. Oh. Ja, maar ik meen dat ook zeggen. En het gebeurt ook. Oh, no. Zo. Die veeg ik op. Zo. Oh, dat ik nog mag meemaken. Kom, dit moet ik meemaken. Dit moet ik mee. Kom op, ik haal niks in. Oh. Oh. Hoe deed je dat? Liefdag. Ogen dicht. P3 is niet zo leuk meer, ik heb Nick ingehaald. Had ik hem dan ook nog ingehaald? Nee. Dat doen we. Ja, doen. Nou, Nick zwijgt al onder de druk. Hoe ziet de top eruit? Tim op 1, Jarno, wie staat er op 2 en 3? Jarno, Roy. En dan moi. Oh, pak hem weer. Ik had een beetje overstuur. Ja. Tomme. Gooi ik mijn blocking skills in de strijd en dan. Het is dat ik geen open chat mag gebruiken, maar toet. Dat is hij er ook nog achter. Ach jezus, hij zit er ook nog. Oh, een klein foutje kan heel duur worden. Ja. Moet je zeggen dat ik het best wel saai vind. Nou, laat het wel even los, zou ik zeggen. Oh, dat is geen enkel probleem.
Ik rij om te racen en niet om te winnen. Ze maak een foutje. Als je een foutje maakt, krijg je waarschijnlijk de muren. Dus. Ik wacht tot Jeroen een foutje maakt. Hey. Oh. Ja, die hey zei je. Doet dit bij jou nog? Ik wacht op Roy. Bij jou ook? Ik hoop het wel, ja. Ah, hij ziet er nog Roy goed had uit. Denk ik gehoord dat ik wat betere tijden reed, dus die is gas gaan geven. En nou zit ik te pielen. Ik moet hem even aanvoelen. Ga er maar voorbij, want anders gaat hij... Maar jij hebt ook geen bijster interessante race, Roy. Je zit ook maar een beetje rondjes te rijden. Wie, Roy? Ja. Ik ook niet trouwens. Ik heb niemand meer om mij heen. 3-4 seconden achter Jarno. Ik zie eigenlijk Danny en Jeroen. Ja. Ik zie Roy net verdwijnen in de tas van steeds. Zullen we gewoon een pitpaaltje houden? Ja. Als we dat wel eens op die dinsdags deden. Nee! Nou, niet meer leuk, even wachten. Rechtsaam. Dat valt op, kutding! Ja. Godsamme. Dat gras is. Dat komt er gewoon niet uit. Gras is groen. Dat komt er gewoon niet uit. Dat is irritant, hè? That's what? What the? Nou, één rondje voorgereden, ja. Toch? Nog 20 minuten. 30. Hallo. Hoe lang? 20 minuten nog. Dat zijn 10 rondjes. We zijn net over de helft. Dat is 10 keer 5 seconden verliezen. Ja, dan word ik net gelapt. Wat heeft Jarno nou weer gedaan? Zichzelf geleden. Ik zie een gok spoortje liggen. Ja, Jarno zit opeens voor me. Nou, wordt toch nog een leuke race. Red. Pak nou, die rondetijden die hij deed, die rijd ik niet. Zie je die schade? Dus dream on. Nee. Ik had makkelijk 1,59. Hij ging in het schijfvlak eraf. Nou, daar rij je niet zo snel schade hoor. Toch uit een hoop zand. En een verdwaalde Mazda. Wow. Van mij mogen ze die Hans Ernst bocht afschaffen. De bocht of de naam? Of allebei? Allebei. Ik had wat altijd al een teringhekel aan die... Ik had altijd al een teringhekel aan die Audi S. En dan helemaal. Wat hij mij ooit heeft misdaan? Vreselijke, gestapelachtige manier van runnen van het circuit. En vreselijk veel ruzie gehad over onze sponsor. Playboy? Nee. Onze was Gulden Bier. En ja, het circuit wordt gesponsord door Heineken, dus dat was wel een probleem. Maar dat nou uit? Nou, behoorlijk. Dat is ook waardeloos onzin. Wij mochten dus geen Gulden Bier meer schenken bij ons in de paddock stand. Wat onzin is dat nou je? Nou ja, we mochten het niet meer verkopen. Dat was de opmerking. Oké, meneer Ernst. Ja, ik geef het een gat, zeg. Dan, dan konden mensen sponsor worden voor een weekend. En dan kregen ze een kaartje bij. En dan konden ze zoveel biertjes voor krijgen bij onze stand. Nou ja, dus in andere woorden, dan is er een circuit die wordt gesponsord door pakken bij Mobiel 1. En dan zegt Ferrari, nee, jullie mogen geen Shell meenemen deze race, want dat kan echt niet hoor. Het was echt, nou ja, kijk, nou is bier natuurlijk niet helemaal echt race gerelateerd. Nee, niet. Volgens mij heb je nou laatst een race gereden daar die onderin. Maar op zich nou, ik kan mij... zijn het vrij standaard praktijk hoor, jongen. Standaard praktijken? Ja. Russisch of evenementen, nee, als evenementen inderdaad worden gesponsord door een bepaald merk, dan zit de organisator daarvan niet te wachten dat mensen ineens massaal iets van een ander merk associëren met dat evenement. Nee, ja, dat wat raar. Maar ja, op Bierland, op alle andere circuits in de hele Europa hadden we geen probleem, alleen daar. Step one off court, one off court. De gassenbarrel. Maar goed, hij kon dus geen moer meer doen, maar we werden daarna wel dus constant aangepest. Allerlei andere niet-wit zaken. Weet ik veel, de barbecue rookte te veel en noem maar op. On your left. Maar zitten jullie midden in de race of... Wij zitten midden in de race, ja.
Ja. Gezellig. Ja, leuk hè. Nou, we zijn al over de helft. Heel spannend hoor. Ja. Ja, nice. Nice battle. Ik zit echt de bal uit mijn broek te rijden. Wat? Ja, doet pijn. Oké, okay, mental image, fijn. Ja, dat hoort Jeroen altijd, hè, dat soort opmerkingen. Ik zie het ook gelijk voor me, dat is heel naar. Left side. Heb je heel vaak, weet je dat? Ja. Clear him, heel clear. Vaak, ja. Nee, er rijdt een legend voor me. Nee, geintje. Ja, dat is zo mooi. Dat er in één keer een hele andere auto voor je rijdt, hoor. Oh, wat een kruis. Oh, shit. Even een Williams halen in de pits. Had ik net ook. Week in een McLaren zat er ineens een prototype voor me. Heel apart. Was dat diezelfde gast op Laguna toen? Of, Nee, dit keer hadden we geen langzame DP's. Okay. Maar er waren er ook maar 6. Waarvan er, denk ik, 5 rondjes of zo nog 4 over waren. Nice. Waarvan de leider het hele veld op de ronde heeft gezet, geloof ik. Oh nee. Ja, het is altijd lekker verdeeld altijd daar. De nummer 2 die reed op 1 minuut 12 achter. Wel, top 10 should be possible. Oh, ik sla het per ongeluk tegen het kabeltje van mijn koptelefoon aan. Het zit vast ja, in het USB-dingetje is van mijn computer afgeflikkerd en dan trekt die kabel aan mijn koptelefoon. Klopt je even toch? Hey Nick, anders stop je even en dan doe je even een kabeltje met hem. Ben jij niet zo? Dan achter je. Ja. Dus 8 seconden, dan red je wel. Even de pits in, alle bandjes vervangen. Kan je ook even dat kabeltje doen. Niet de pits voor hem, ik ga gewoon met in de bocht stilstaan. Oh, goed. Kijk uit, dat is het. Ik lag in de race die ik net reed, lag ik 6e. En toen zag ik ineens midden op het rechterstuk 3 auto's richting pit ingang op elkaar geparkeerd. Toen lag ineens 3e. Lekker. Ja, wat er nou precies is gebeurd weet ik niet, maar... Er waren een hoop mensen niet blij met iemand. Wat ik precies gedaan had, geen idee. En dan ga je niet terugkijken later. Nee, ik was het alweer vergeten. Het is dat ik nu ineens hoor dat er iemand stil gaat staan. Dat doet Nick niet, dat is allemaal bluff. Maar ja, ik ben 2e geworden, dus. Ja, ja, toch? Het gaat alleen maar om de uitslag, hè? Niet om de fun. Nou, het was echt een kutrace. Nee, eerst het, ik zit eerst... hier ook. Door te trappen, rondjes. Alleen maar voor het punt hoor. De eerste 10 rondjes zat ik dicht achter iemand. Die spinde voor mij en toen had ik ineens een gat naar voren van... is het 25 seconden of zo? Oh god, dat vind ik altijd... Dan zet ik altijd mijn relative bar aan en dan ga ik maar lekker tegen mezelf rijden. Die heb ik altijd aan. Als het dan was ik al lang. 2 rondjes kapot. Als ik aan het racen ben, dan zet ik hem op de grid meestal niet aan. Maar als ik eenmaal in een gat beland, dan zet ik hem gewoon aan, want anders verveel ik me. Achter mij zat iemand op 4 seconden of zo, dus moest nog wel een beetje opletten. Als ik in een gat beland, vermaak ik me meestal wel. Ja, wel ik gewoon. Goed moment. Kijk uit. Goed moment. Hallo Jeroen. De top 10. Ik reed terug van die race van gisteren, waarbij iemand die vlak voor mij reed hem in de kink verloor en hem links in mijn deur parkeerde. Dat deed hij niet expres. Deed hij niet expres? Maar het kost wel punten. Mijn race was wel over. Dus ja. Ik heb een boel aan de kant zet hier. Ik was vanmiddag ook als eerste eruit in de Lotus. Er zaten best wel langzame mensen bij, dus die is denk ik duur. Ik heb nog niet durven kijken. Ja, meestal als jij iets verliest, is het ook gelijk 100 of 200. Vraag nergens. Ja, ik stond 9 of zo qua i-rating in die grid. Maar... Het valt misschien nog mee. Volgens mij pas 1 race gereden, dus toen. Niemand lekker met mij. Ik ben een beetje te koken. Very nice work, my man! Laat de nee. Nee. Oké, ligt niet aan mij. Waarschijnlijk was dat een bedankje, als een, want ik liet hem voorbij. Maar dat deed ik niet bewust. Jarno verliest hem weer. Ja, dezelfde plek, zo te zien. Ja.
Als je nou door had gereden, dan lag je misschien derde. Ik lig derde. Hé? Ja? Weet je dat zeker? Hé? En Marcel, ja, ik weet dat Marcel? Zeker. Vierde. Vierde? Of ja, niet? Nou ligt vierde nu. En waar ligt Marcel? Zesde. Zesde, kijk. Doe je netjes. Oh, fuck. Ik rij voor Tim. Met een ronde achter zo'n. Maar goed, ja, Jarno is veel sneller, dus die gaat ze wel weer lopen pesten. Dat zei Danny net ook over mij. Hé? Hey? Ja, ik zit nog steeds te wachten tot jij midden in de bocht stil gaat staan, maar... Dat kan ja, ik heb hem net al in de muur geparkeerd, dat telt ook. Ik rijd met een scheef stuur door, maar het gaat nog. Je had niet door dat je 4 seconden ingelopen was in 2 rondjes ofzo. Kijk daar allemaal niet naar, joh. Ik vind die half naakte vrouw op mijn andere scherm veel interessanter. Nou, dat verklaart een hoop. Nee, joh. Ik had het wel gezien, hoor. Het was iets van 8 seconden, nou naar 3. Ja, 3,5. Maar ik heb een storing in mijn kerstsysteem. Dat is wel jammer. Je kerstsysteem? Kerststuur. Ik heb een kerstboom in mijn auto. Mijn DS al niet meer dicht, dat is ook irritant. Van die positieve dingen die niet goed helemaal werken, hè? Ik ben het Duitse volk, zit te zeggen. U al, hè? Oh, dat willen we daar qua voor je doen, hoor, Willy. Ho! Oh. Nou verlies ik. Kut. Oh-oh. Ik ben mijn plekje kwijt. Nou. Oh. Kun je best weer gaan doen. Zo is jou nog wel sneller, ja. Over Duitse volkslieden gesproken, dan ben ik blij dat Formule 1 seizoen voorbij is. Dus je kunt ook gewoon niet kijken? Nee, ja. Dat is ook niet meer eruit zitten. Maar meer dat het idee dat misschien volgend jaar het weer wat spannender wordt. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Dat heb ik vaak. Moving. Maar ze gaan nog heel veel veranderen dit keer, dus op zich. Ja, als ze gewoon DRS afschaffen. Clear. Ik moet zeggen, voor zover ik weet, moeten ze nou ook brandstof gaan sparen, dus het wordt alleen maar nog saaier. Ja, en de wielen afplakken of rondom inbouwen, dat ze gewoon kunnen bangen. Echt, het heeft niets meer met racen te maken. Het is gewoon hotlappen en. Oh, ik heb een DRSje. Ja. Volgens mij probeerde Hamilton alvast de wiel bangen. Ja, dat liep niet goed af. Heeft hij daar nou straf voor gekregen? Ja, draaistraf. Maar ik moet zeggen, dit is eigenlijk het eerste seizoen in een lange tijd dat het niet in ieder geval tot de laatste race gewoon enigszins spannend is. Wat dat betreft. Oh man, met een blokactie zien. Ik vind er echt al jaren niet zoveel meer aan, hoor. Hey Neil, welke endurance races gaan we volgend jaar bezoeken? Geen idee. Oké, man. Leuk. Ja. Geen idee, dat is een hele mooie race, hoor. Ik weet niet of ik naar Spa kom. Klassieke 6 uur van Spa. Ja, we hebben toch nog de 12 uur of zo van Zandvoort. Klassieke die is ik nog. Dat vind ik al een mooie groepmeeting tijd. Kan jij daar nu ook aan meedoen met de Volvo? Of kan Jarno daar nou ook aan meedoen met de Volvo? Weet ik eigenlijk niet. Ja, dan heeft hij zijn eigen pitcrew. Toch met fietsen? Nee, auto's. Doe jij me nou na? 24 uur van? Nee, de 12 uur van Zandvoort. Nee, jij bent mij na. 12 uur van Zandvoort. Volgens mij GT3 en tourwagens. Ja, oké. Ik vind dat al een leuk evenement om een meeting te houden. Zeg maar. Hey, wat doet nou? Hem. Wat doet ineens de pit in? Why? Denken? Hij zat op een twee-stopper, denk ik. Hij is al de pit in geweest. Ja, inderdaad. Stop hij ging al de pit in. Dat zal er vast iets stuk zijn. Ja, maar wanneer? Ik rijd de hele tijd achter hem. Nee! Hoe praat je? Dat ging er weer netjes. Zo! Dat echt.
Ja, pas maar op, ik knal zo'n jacht te komen. Goeie tante, rij achter iemand, dan heb je ook nog lopen op het drift of een beetje mansloos die er vol rijdt. Een beetje indruk maken, ga daar maar voorbij, want ik word er helemaal gek van. Zo voelt hij ook niet, hè. Ook van een gouden hoer. Mooi dwars, oud jij zit trouwens. Ik ga niet in je spiegel kijken. Oh nee. Ja. Ja, nee. Ja, dat zie ik. Oké, nou. Oh, ga er maar. Oeps. Ik kom er morgen via 4 keer corrigeren met de laatste bocht. Lijn werkt niet in iRacing. Ja, ik ging ook helemaal mis. Nope. Puff. Wow, zo. Volgens mij moet je voor de Tarzan ook veel eerder remmen dan normaal. Ja, ja, anders is hij naar rechts. Even op twee wielen. Ik heb allemaal een slag in mijn wiel. Hij wil heel graag naar rechts, maar niet heel graag naar rechts. Glij. Ik zie het, ja. Ik heb nu echt niks meer te doen. Dan ga ik mijn concentratie kwijt, lekker is dat. Ah, ik geef hem even terug, alsjeblieft. Hallo, user. User is verleden. Ja, we... oh. Hallo. Hallo. Hey, het is Bram. Tim achter mij. Voor 7 seconden. Dus dat duurt 1 rondje. God, Nick. Wat is er nou weer? What the fuck? Ook spannend. Wat ben ik nou weer aan het doen? iRacing, hoop ik. Ja, kut ik. Het ziet er echt heel raar uit, Nick, wat die auto om aan het doen is. Lach me niet uit. Ik lach niet. Jawel. Hij reageert heel raar af en toe. Je had een rondje best goed en dan een rondje... Ja, maar ik heb het zelf ook. Alsof die versterkt wat ik in mijn stuur doe, zeg maar. Nou, precies. Wat praat je? Je auto die is gewoon op. Oh man. Oh. Dat zegt wel weer genoeg over mijn kwaliteiten dat ik niet gelijk. Nee! Richard is gespend. Ja, ga even een pitstop maken. Nu kan het. Ja, precies. Ja. Stuurkudding. Ik heb wel het idee dat de banden echt helemaal verrot zijn. Ja, dat klopt. Dat waren ze volgens mij al toen ze erop gingen. Ja, ik rijd met extreem hoge bandenspanning. Volgens mij is dat echt best funest op een langere race. Maar ja, we zijn mensen. Aliens. Daar ga ik er toch goed mee rondkomen. Maar die gebruiken die banden niet, die zweven boven het asfalt. Jezus, man. Nee, je moet daar niet snel meer op het gas gaan. Net in de DRS-zone. Dat was close. Hey. Zou het gebeuren, ja? Got one in the dirt, coming back on. Keep coming. Danny, wacht even. Dan kan ik je eraf, ik bedoel, kunnen we vechten? Lekker team vinden dat ben jij, ja.
Pipo. Niel is faster dan you. Did you understand the message? Multi 41-42. In de lood is me niet beter. Get the fuck ja, out of the way! Nu ik weer jou nou. Lijkt wel een race om wie de meeste spins kan maken. Nou, we spinnen niet. Ik ben niet gespind. Ik heb twee keer gehad dat ik echt zo'n links-rechts. Ja, ik heb hem weer. Oh, maar ik ga hem meestal links-rechts. Oh. Ja, links-rechts muur. En met die bocht die naar de Audi S toe gaat. Ik heb nu al twee keer of drie keer gehad dat ik hem links-rechts kreeg. En de laatste ronde. Nog één inkje en dan word ik gekikt. Oh, die heb ik al lang te pakken. Het staat gelukkig niet aan. Nou, word ik moet wel zwaar wegen, denk ik. Ah, jammer. Ik denk eigenlijk dat je geen punten meer moet krijgen. Als je zo gevaarlijk rijdt. Hey. Ja, moet je eigenlijk gewoon gedisqualificeerd worden. Anders moet je even een klacht insturen naar de organisatie. Even met de organisatie opnemen. Dan gooi ik dat beeldje wel weg. Ja, precies. Nee, ik zeg het dan tegen Roy, lekker peur. Oh, wat een crap. Ik heb niemand geraakt. Een paar inkjes en een stuk of 5 of 6 spins. Oh, ik kan op 5 rondes rijden, joh. Het wou maar niet lukken, Nick, om ze te raken. Final lap, final lap. Als je een beetje flink loopt te poken, dan oververhit je ook wel je banden. Ik denk dat mijn banden scheef staat. Oh, laatste ronde. Ja, banden. En nou ga ik opeens lopen verdedigen. Dat zal je zien, hè. Ja, dat is echt nu ineens. Nu opeens wel. Druk hem van de baan af. Maar Joep, ik heb nergens last van om mee zetten. Ik rij ook niet met mij zetten. Ja, kijk, dat doe je zelf. Ja, het is goed of niet, veel sneller. Ben je met Dennis? Ja. Ben je? Nou, ik zie Bram join de server. Ja, crash Bram stop playing. Ja, altijd hebben we de server op start dat hij weer crasht. Hij heeft mij proberen net dat het ooit een keer lukt. Holy shit, scheef. What? In de bed. You wonder what in my butt? What? Kom, Neil. So, what the fuck? Nee. Oh, ik wil deze bocht niet zo aansturen. Boom. Ja. Oh yeah. Ja, maar die bocht die nou komt. Nee. Daar ben je zo goed in. Hoor dat er nog een dik gevecht is in het achterveld. Ja. Oh nee. Je hebt al 2 seconden ingehaald. Ik heb slowdown, Garrett. Ja! Oh. Slow into Scania. Kijk, dat je niet... Hey, wat ik zeg. Net slow in de laatste ronde. Oh man, wat crap race zegt dat. Check and flag, man. Jump so was so stupid. In de laatste ronde. Good job, everybody. Stop to... Way to work your ass off, bro. Good job up there. Thank you. Good job, man. Goed. Maar, iedereen gefinished? Ik heb mijn helm af tijdens het rijden. Zwaaien naar mijn fans. Ja, nou is iedereen gefinished. Zwaaien naar je fans? Nou, hoeveelheid inks die je hebt gemaakt. Wat? Ja, natuurlijk. Even zwaaien naar fans. Ja, Tim, gefeliciteerd. Game, set, match en de championship ofzo. Ja, wij... 9th, not bad. Zie je nog wat, Neil?
Nee. Het is zo'n lekkere... Thanks for watching, if you would. Die eigenlijk helemaal verkeerd ligt. Ik weet, die Volvo van mij, wat een vreselijk onderstuurd hok is. Dat is de enige plek op het hele circuit waar ik vreselijk last van overstuur heb, ook op Zandvoort. Oh, vergeten. Thanks for watching. And see you next time. Next race will be the NASCAR B race. Still need to race that this week, so we'll see you next time.